Dit is een mini-urn. En daar kan je een herinnering in stoppen. Als je een vindt tijdens een vakantie, dan is het een herinnering. Maar ja, er zijn ook mensen die hem mee naar het ziekenhuis nemen als steun. Of een kracht uit te halen. En ja, dat vind ik eigenlijk wel heel fijn dat je dat kan doen. Aan de onderkant zit een dopje. En onder het podium zit een sleutel waar je mee kan openen. Onder het dopje zit een kamertje, we noemen het een schatkamertje. En er kan 6 milliliter in. En ja, 6 milliliter is wel een flinke theelepel. Ik sprak een mevrouw die had al lang geleden een kindje verloren. En die vertelde ook dat ze altijd als ze op vakantie waren, dat ze met haar gedachten thuis was bij de urn. Dat er wel iets mee kon gebeuren en dat ze dus alles wel kwijt kon zijn. En die zei ook van ja, dit wil ik hebben, want dan kan ik een beetje meenemen als we op vakantie gaan. Dan heb ik toch altijd iets. Dat is natuurlijk wel heel erg mooi als je daar iets voor kan betekenen. Hoe doe je dat? Weer iemand, ja, gelukkig gemaakt, kun je het zo noemen? Dat hoop ik wel. Dat is wel mijn doel. Ja. Zoveel mogelijk mensen troost bieden.